Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door aannemingsbedrijf W. de Vliegeren, Het Bonte Hert, Icon Broadcast Group, PB Video en Paramovie. Tegen Klingen. De derby die op 13 oktober plaatsvond, heeft u nog van ons te goed. Een beetje laat en met excuses. Het is vooral omdat het zo'n levendige partij was dat we het alsnog uitzagen. Alhoewel het daar in de eerste helft nog niet naar uitzag. De piepjonge ploeg van Hontenissen leek niet in staat het meer ervaren team van Mario van Meersen echt in de problemen te brengen. Het vele balbezit leidde tot weinig, terwijl keeper De Graaf van Hontenissen corrigerend moest optreden bij inzetten van klingenspits Sven De Hoge. Go!
Rustig. Ik heb het toch niet tegen jou, hè? Hey, ik heb het toch niet tegen jou? Rustig. Mario is slimmer. Thank you.
zaten sneller en we wachten op. Staan. Nee, dat is niet in de foto. Nee, dat heb ik niet. Ik niet, maar ons Tia en ons Thea. En mijn Lies, die staan in de kamer. Pas links, dat was dan niet zo druk. Ja, ik kan me thuis blijven. Ja, maar dat is een ander. Zes uur weekend, hè. Ja, we gaan ons eens kijken. En dan was er het incident om Rob de Pouter, die het onrecht om een verkeerde beslissing van scheidsrechter Wout Grinvis maar moeilijk kon verwerken. Dat mocht hij toen in de kleedkamer gaan doen, terwijl zijn maten op het veld ineens het licht zagen. Nou, Tijn de Pouter liet zich niet onbetuigd. Misschien kan trainer Ad Rovers iets met het feit dat zijn ploeg na de uitsluiting van Rob de Pouter veel beter kon spelen. Dat en de jeugdige uitstraling van Montenisse maakt dat ze in Kloosterzande de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Alhoewel, het is wel Klingen dat de ranglijst aanvoert. Oh.
En dan nog even dit. In Kloosten weten ze echt wel wat school is. Zo demonstreerde de pupil van de wijk, Colin de Maat, hoe je dat doet. Briet, dan ben je de deur af. Ja, met al die dat komt straks. Uitzending werd mede mogelijk gemaakt door De Motorspecialist, Tapijtwereld Hulst, Zaman en het Spoor 011.